Hans loopt op klompen, zingt zonder zorgen. Door het plassen dat het spat, broek en kassen worden nat. Moeder hond Hans laat dat voor, Hans op tot dapper door. Hij laat zich niet lompen. De zevende Achterveldse klompen avondvierdaagse was de aftrap voor veel zomerevenementen. Helaas kampte de voorlaatste tocht op donderdag met flinke regenbui. Deze avond liepen de deelnemers geen rondje, maar naar het eindpunt van de nieuwe Asschatten Keerkade. Daar stonden de eerder in Achterveld opgeladen fietsen gereed om huiswaarts te kunnen keren. Ze kunnen wel bij je allemaal zo. Vrijdag was de laatste dag waar veel wandelaars traditioneel verkleed gingen en waar ook rolstoelen aan meededen. De klompen avondvierdaags moet gelopen worden op klompen, klompschoenen of laarzen. Zit er melk in je busje? Ja, wat denk je? Ik denk we stoppen bij je boer. Dan. Kijk, mijn hele hebben en houden bij me. Weinig melk. Ja, maar die boer die melkt hier niet, dus ik heb het toch niet. Ik denk, ja, maar je bent langs heel veel boeren gekomen die wel melken. Ja, ja. Komt goed. Je weet nog hoe je slagroom moet maken, hè, of niet? Ja, schudden. Nee, dat is niet goed, hè? Wat dan? Nee, ja, dat weet jij toch, je bent toch een boerin? Ja. De tocht is voor jong en oud en kent twee afstanden, 5 of 10 kilometer per avond. Iedere afstand heeft op ongeveer de helft een korte pauze, waarbij beide afstanden op ongeveer hetzelfde moment pauzeren. Een aantal deelnemers liep niet alle avonden, maar dat is sommigen de eer te na. Hoeveel kilometer heb je gelopen? Vandaag? Normaal gesproken de hele week. De hele week? Nou, 30 als het goed is al. Oh, dus je hebt niet de hele week mee gedaan? Jawel, nu komt de 40 erbij. Hè? De... Ja, maar vandaag is geen 10 kilometer, hè? Nou, dan hebben we gisteren meer gelopen. Oh, je hebt gecompenseerd. Ja, ik regelde niet die routes. Maar zijn het mooie routes of valt het tegen? Het zijn dezelfde als vorig jaar volgens mij. Dat je gaat ze toch jammer. Niet betichten van dat ze gewoon kopieerwerk hebben gedaan, of wel? Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar het lijkt er wel heel erg op. Maar volgens mij hebben ze vorig jaar niet de Asschatten Keerkade gereden. Nee, dat was een nieuw stukje. Toen mochten we er nog niet op volgens mij. Nee, toen was het nog in restauratie. Toen was hij nog afgesloten. De tocht is niet voorbehouden aan achtervelders, zolang er maar op klompen en in mooie kleding wordt gelopen. Daar zijn deze dames wel een prachtig voorbeeld van. Maar wat voor klederdracht hebben jullie? Marken. En hoe komen jullie daaraan dan? Ja, dat hebben we zelf gemaakt. We zijn naar Marken geweest voor advies en hebben de klederdracht zelf gemaakt. Patroon? We hebben zelf getekend. Maar we hebben dat gedaan vorig jaar voor de klompentocht in het voorthuis. Nu hebben we dat en dan willen we toch hier ook zo, hè? Ja. Waar komen jullie vandaan dan? Voorthuis. En wij komen uit Barneveld. Oh, jullie hebben de prijs ook al weggehaald. Een keer de prijs voor de gezelligste groepen waren we. Toen hadden we een Sintjes. Oh ja. Van Ot en Sien. En op de rug stond er waar is ons Otje. En zij had hem al. Oh, okay. En zei van ik heb hem al. Zeker zo bijzonder is dat je kan genieten van bijzondere plekjes, het boerenland en de prachtige natuur. Hans loopt op klompen, simpel zand bezompen, door het plassen dat het spat.